De Vlaamse overheid heeft via die stick door BOSEC 2,5 miljoen euro geschonken aan Suriname. Dit geschenk is in het kader van de verdere aanpak van het waterzuiveringssysteem. Het bedrijf heeft als missie een bijdrage te leveren aan de wereld waar iedereen toegang heeft tot veilig water. Na enkele prospectiereizen in Suriname zag BOSEC de mogelijkheid om zijn gedecentraliseerde drinkwaterzuiveringssystemen te implementeren, aangezien veel afgelegen gebieden moeilijk toegang hebben tot de centrale drinkwatervoorziening. President Chandrika Prasad Santokhi laat via zijn Facebookpagina weten de inzet van BOSEC voor de bijdrage aan het verhogen van de waterproductie te waarderen. Tijdens de openingsreceptie van CAF IDB in Brussel vandaag heeft het Surinaams staatshoofd een overleg gehad met de CEO's van de financiële instellingen CAF en IDB. Binnenkort zal er een delegatie van CAF naar Suriname afreizen om verdere gesprekken te voeren over financiering van belangrijke ontwikkelingsprojecten. Voor wat IDB betreft heeft die reeds een uitgebreide portfolio in Suriname.